ik kan die persoon wel introduceren. Ik denk dat we even naar een filmpje gaan. Het is een filmpje van onze friend JD van IMAX Het Voetbal. Dion is pas bij IMAX Het Voetbal in de show geweest. En IMAX Het Voetbal heeft pas recentelijk een filmpje gelanceerd om even een announcement van iemand te maken. En we gaan het filmpje laten zien. En dan hoop ik dat jullie al wel doorhebben over wie we het hebben. Want die komt nu in de show. That he is going to officially become a part of the sports performance team for the Suriname team. Wow. This is just going on to a different level. And guys, for me, I do believe that if you have the right sports performance coach, it's going to help you out maybe like 15 to 10%. That he's going to officially become a part. Yes. Dion, introduceer je hem toch officieel voor onze show. Ja, dus ik heb een grote smile op mijn gezicht, want ik vind het altijd fantastisch wanneer eigenlijk iedereen praat over Suriname. Ik vind het nog mooier wanneer mensen met een beetje angst praten over Suriname. Dus ik wil aan jullie introduceren. Iemand die professioneel voetbal gespeeld heeft. Iemand die voor Willem II in de aanval zat. Iemand die de klappen van de zweep kent. Mag ik aan jullie introduceren. Iemand in het kamp van onze nationale selectie. Niemand minder dan Iwan Redan. Goedenavond, goedenavond. Goedenavond, heren. Goedenavond. Alles goed? Zeker ja, weten. Maar relax. Mooi, en bedankt voor de mooie introductie. Mimi Swazan? Nee, helemaal niet. Je hebt alles helemaal goed gedaan, man. Mooi, man. Mooi, man. Helemaal. Had je het videootje van onze Jamaicaanse vriend al een keer gezien? Nee, nog niet. Nog niet. Helemaal niet. Het was de eerste keer, dus het zag er leuk uit. Zag er leuk uit. Ik had wat bewegende beelden gezien. Gehoopt, man. Wat goals of zo van vroeger. Oké, nou, kijk. Als je daarna vraagt. We hebben een kleine video. Hij is afkomstig uit een documentaire van jou. Dus oh, omdat je daarna vraagt, dan zullen we die ook even laten zien. Is goed? Ja, het lijkt wel zoveel voor. Voor wie heb je allemaal gespeeld? Sparta, Vitesse, RBC, RKC, Willem II, Roda JC, Cardiff City. FC Paphos, AZ is er nog voorbij gekomen. Excelsior Rotterdam, RBC weer, Sparta Rotterdam, Almere City, Feyenoord Amateurs. Nou dat... ja, oké. Okay. Je was voorbereid. mooi Sunny. Jammer, heerlijk. Hou ik van. Hey, vertel me, man, hoe is het gegaan? Hoe is... Wat is gebeurd dat je erbij bent gekomen? Hoe ging het gesprek? Vertel me over het proces, alsjeblieft. Nou, het proces is dat Suriname is al een tijdje bezig met het professionaliseren. Je ziet al dat er meerdere spelers op komen bij de selectie. Ook jongens die in Europa spelen, op internationaal niveau. Die dan ook het dubbele paspoort krijgen. Waardoor ook de selectie dus enigszins wordt aangesterkt. Wat je daarna ook gaat krijgen is dat buiten de spelers die je hebt, dat er ook een bepaalde aanpak moet worden aangewend voor de spelers om het nog beter in zijn blok te laten gaan. Nou, Dien heeft het heel goed met zijn team opgepakt. Alleen als je dan gaat kijken naar de verschillende specialismes die er nog niet waren. Bijvoorbeeld meerdere fysio's, een performance coach, wat hebben we nog meer eraan te komen, een videoanalist. Al dat soort kleine details, dat zijn allemaal zijn belangrijke aspecten om het team nog veel beter aan de start te laten komen, zeg maar. Laat me het daarop houden. Dus ja. Wie heeft je gebeld? Of moet je vragen, wie heb ik gebeld? Nee. Ja. Hey, dat is een goeie. Nee, ik heb, kijk, het verhaal zit zo. Ik heb zelf tijdens mijn actieve carrière heb ik 14 jaar lang voor Suriprof mogen uitkomen. Dat was voor mij sowieso al iets, was een droom. Ik heb zeg maar in de jeugd nog voor Jong Oranje gespeeld. Helaas door blessures heb ik niet meer datgene kunnen bereiken wat ik moest halen. Maar... ik kan me nog herinneren dat bij Willem II
dat Dennis Purperhart me benaderde om te vragen van hey, hoe zou je het vinden om voor Suriname uit te komen? En toen heb ik eigenlijk zonder twijfel gezegd, ja, ik wil het doen. Weet je, let's go. Eén probleem, geen dubbel paspoort. Dus hij gaf toen aan van oké, we zijn ermee bezig, weet toch, we doen ons best. Tenomi wacht hij. Dus ik wacht nog steeds, maar helaas tijdens mijn actieve carrière is het dus niet gelukt. Dus eigenlijk toen Dien aangesteld werd als bondscoach, heb ik hem een bericht gestuurd van hey, ik zou graag iets voor Suriname willen betekenen. Destijds, in die tijd, was het denk ik nog niet toepasbaar, zeg maar. En eigenlijk, daarna hebben we weer contact gehad en toen heb ik het gewoon weer geopperd. En van het een kwam eigenlijk het ander. Voordat je Luc de slimme vraag gaat stellen. Oké. Chago. Waar je mag slimme vraag gaat stellen. op wie ben je het meest jaloers, mijn man? Van ons en Nacho. Ik. Ja. Want je wil ook spelen voor. Je wilt ook spelen. Ik gun ze allemaal de mooiste periode van hun leven. Want dit is een unieke kans. Het is een historisch moment. Het is een voorrecht voor hun om het land te vertegenwoordigen. En ik vind ook dat het het moet een hele happening zijn. Het moet niet alleen happening zijn voor hier, voor Nacho, maar het moet voor het hele land iets zijn om gewoon weer Suriname op de hoogste niveau weer terug te brengen waar het eigenlijk in mijn opzicht hoort, met de spelers en de kwaliteiten die we hebben. En dat we dan ook een keertje gaan tentoonstellen en dat we dan ook gewoon een keertje eerlijk en gelijkwaardig worden gezien in de voetbalwereld. Want ja, nogmaals, jarenlang hebben we hele goede Surinaamse voetballers voortgebracht. De meeste spelen natuurlijk in Europa. Maar ja, dat neemt niet weg dat er een bepaalde heritage is. Weet je, die heritage is gewoon super belangrijk. Ik vind ook dat het ook wanneer je een Call of Duty hebt, dat het ook vanuit je hart komt en niet vanuit een dwingend iets. Weet je wel, je moet echt. Kijk, net als Dien had het vanochtend er nog over. Ik sta op het veld en ik zeg, ik neem mijn voetbalschoenen mee voor het geval dat. Weet je, dat is gewoon iets van. Weet toch, stel hij zou me vragen, zou ik het gewoon doen. Ook al kan ik het niet meer, ik zou het nog steeds doen. Snap je? En ik hoop je bent ready for action. Ready for action. En die jongens zijn ready for action. Iedereen is ready for action. We hebben een goede vierie. De sfeer zit er goed in. We trainen goed. Het enige wat ik kan zeggen is, laten we het met z'n allen doen. Dus ook het volk die er volledig achter gaat staan. Want dat zullen we ook nodig hebben. Ook al zitten ze denk ik nu in een hele moeilijke fase. Ook met het COVID gebeuren. En of we wel of niet misschien naar het stadion mogen gaan. Maar we hebben alle steun nodig. Alle steun. Nou, de steun is er zeker. Ik wil toch wel even een big up naar Respect Iwan Redan. In de comments gaat het lekker los. Iwan Redan, de legend. Redan. Er zijn heel wat comments, wat leuke comments. Er zijn ook wat vragen. Een van de vragen is... Even kijken hoor, dat was de verkeerde. Misschien komen we daar straks op, Joshua. Deze vraag is van Prichet. Hoe leeft Nacho bij de overige 200 zoveel potentiële spelers, Nacho-spelers in Europa? Dat is een mooie vraag. Kijk, in Europa heb je heel veel jongens die dus ook spelen en kunnen uitkomen voor Oranje. Weet je, dat is denk ik altijd de handvraag. Weet je, waar kiezen de spelers voor? Je ziet dat ook gebeuren bij de Marokkaanse gemeenschap. Jongens die kiezen voor Marokko of voor Nederlands elftal. En ik denk dat het voor de jongens die er heel dichtbij zitten, blijft het toch altijd wel een moeilijke keuze. Weet je, met Nederlands elftal zit je toch wel tegen en aan dat je gelijk stappen kan maken, ook voor je sportieve carrière, is dat gewoon een hele erge boost. Maar ik geloof er ook in dat als je met Suriname nu hele mooie stappen gaat maken, dat die kloof tussen Oranje en Surinaams elftal gedicht kan worden. En dat je via Suriname ook een hele mooie internationale, maar ook een sportieve stap gaat kunnen maken. Want hoe meer spelers dadelijk de keuze kunnen maken en gaan maken, en hoe beter wij ook presteren als eenheid, ja, dan wordt het alleen maar makkelijker. En dan is het ook gewoon, hoe moet ik het zeggen, honorful, maar ook gewoon sportief en financieel uiteindelijk ook voor iedereen interessant. Maar ik denk dat het gewoon tijd is. Tijd heeft tijd nodig.
Oké, ik heb wel nog een vraag, Dion. Ik weet niet of Jeff nog eentje heeft, maar ik wil mijn vraag bewaren voor na de Jigsaw. Want we hebben nog misschien max 10 minuutjes met Johan en we willen hem eigenlijk wat is het, Jigsaw? Wel ook een beetje... Jigsaw is van ja, zie je dus. Dion, ga je even kort uitleggen aan Johan en de kijkers wat de Jigsaw is? Nou, de Jigsaw is eigenlijk waarbij Shaluk en ik elkaar hints geven over wie een bepaalde speler is. Dus okay, bijvoorbeeld, Iwan Redan heeft met XXXXX samengespeeld, of weet ik veel wat. Maar het zijn in principe hints die we elkaar geven en dan moeten we raden wie okay, de speler is. En ik heb eerlijk gezegd wel een gevoel wie het is, hoor. Nu al. Nu al. Nu al weet je wie het is. Nu al okay, weet je. De vraag is al vaker gesteld, dus terwijl Gail even de... Ik vraag Gail even om de Jigsaw klaar te zetten achter de schermen. En dan toch de vraag, want er zijn meerdere mensen die deze vraag hebben gesteld. Wat voor taak heeft de legend Iwan Redan binnen Nacho? Zou je even iets meer kunnen uitleggen? We weten dat je Elia hebt getraind toen de tijd om terug te komen op volle sterkte. Wat houdt die functie precies in? Nou, ik doe in principe, ik doe nu al ruim 11, 12 jaar doe ik sports performance coaching. En dat is eigenlijk de kennis die ik heb gehad als oud voetballer. En de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn blessures, met specialisten. Fysiotherapeuten die mij hebben geholpen om weer op niveau te komen. Daarvan heb ik na mijn carrière een methode gecreëerd om voetballers nog beter van dienst te kunnen zijn. Want ik was van mening dat er voetballers zijn die dus nog niet altijd het maximale uit hun carrière halen. Of dat nou is mentaal of fysiek. En daar wilde ik gewoon een verandering in maken. Dus gaandeweg heb ik eigenlijk trainingen bedacht. Die waren best wel out of the box. Waren niet orthodox. En dat kwam soms heel moeilijk binnen, ook bij spelers, want het was best wel pittig, zwaar, ze waren niet gewend, ook omdat het bij de club, dus niet, dat er niet zo bij de clubs worden getraind. Dus het was best wel moeilijk om een beetje een voet aan de grond te krijgen daarmee. Nou, eigenlijk Elgiro was de eerste, of een van de eerste, die eigenlijk mij in vertrouwen heeft genomen om hem weer fit te krijgen binnen aanzienlijke tijd. Ik denk tussen 3,5 week was hij eigenlijk helemaal klaar om bij een nieuwe club te gaan beginnen. En dat was destijds Feyenoord. En ja, die periode was gewoon mooi. Het was alles zat erin. Het was mentaal was het pittig voor de jongens. Fysiek zoek ik altijd het gaatje op en de grens op om de jongens hun echte maximale potentie eruit te halen. Ja, en dat gaat soms met harde woorden. En soms ook met een beetje geduw of gepush. Maar ja, het is altijd voor de best wel van de jongens. Want ik vind dat je het altijd met hart moet doen. Je doet het spelletje met je hart, met passie. Dus daar komt ook een bepaalde energie bij kijken. En ja, nogmaals, het werkt. Ik kan niet anders zeggen. Ik ken niks anders. Ik ben ook zo opgegroeid. Altijd hard werken. Mouwen leren opstroken. En ja, eigenlijk no-nonsense training. Heel simpel. Een beetje NFL-achtig kan je het een beetje bekijken. Maar dan nog gericht op het voetbal van wat we doen. Dus niet American voetbal, maar gewoon voetballen met de voet. Nice, nice. Hey, voordat we toch naar de Jigsaw gaan, Jeff had nog een vraag. Dus we geven die even die ruimte. Een korte vraag, want ik kreeg al apps dat die weg moet. Dus. Ja, ik heb een staff meeting. Henk is jullie lengte valken. Even in het verlengde van wat je doet, Iwan. Doe je hetzelfde als Errol Essayas doet in Rotterdam, daar tegenover de Kuip? Is dat vergelijkbaar? Nee, toch wel niet. Nee, toch wel niet. Errol is toch wel echt gespecialiseerd ook in het loopwerk. Het loopwerk is hij echt gespecialiseerd in. Ook wel een gedeelte kracht. Maar ik doe het echt het functionele maken van krachttraining in combinatie met functionele voetbaltraining. Dus... Nee, ik ben niet alles alleen maar... Looptechniek, nee. Je moet het zo zien, ik doe 80% ja, doe ik performance en 20% met de bal. Hé, hey, ik denk dat we je nog een keer gaan moeten uitnodigen voor deze show. Er zijn zo vragen altijd. Dus we gaan dat gewoon moeten doen. Heb je nog 5 minuten voor een Jigsaw of moet je echt moet je gaan? Als ik even kijk naar links, naar rechts. Even kijken hoor.
Ja, ze zit al in het rondje. Ze zit al in het rondje, dus ik weet niet of ik boete ga krijgen of zo. Dus nou, nou, ja, zijn jullie die boete betalen, dan ga ik wel. Ik zijn naar rekening. Dat gaan we niet doen. We gaan heel snel, heel snel, heel snel. De video. Okay. Nee, we gaan ervoor zorgen dat je de video van de Jigsaw toegestuurd krijgt. Dan gaan we kijken hoe snel jij zou hebben geraden wie deze speler was. We gaan je daar niet mee belasten. Let's go. Oké, we gaan het snel proberen. We kijken of het lukt. Het gaat dus om een voetballer. Een voetballer die samen heeft gespeeld met Galas. En ook samen heeft gespeeld met De Bruyne, maar niet samen heeft gespeeld met DJ Drogba. Het is een voetballer die samen heeft gespeeld. Ik twijfel even of dat de juiste foto's zijn. Maar het is iemand die samen heeft gespeeld met Eden Hazard en Gareth Bale. Maar niet heeft gespeeld met Cristiano Ronaldo. Dus dit is de eerste ronde hints. Dion zegt hij weet het al. Dus Dion, wil je het al zeggen of denk je van... Nee, ga maar door. Ga maar door. Ja? Ik weet wie het is. Ik weet zeker okay, wie het is. Oké. Het is een speler die met Galas en De Bruyne heeft gespeeld. Maar niet heeft gespeeld... met Drogba en een speler die met Hazard en Bale heeft gespeeld, maar niet met Cristiano Ronaldo. Oké, okay. We gaan naar de volgende hint. Volgende hint. Oh, volgende hint. Deze speler heeft zelf ook Interlands gespeeld, maar heeft ook gespeeld met een paar Interland legendes. Deze foto zijn 6 voetballers die 100 of meer Interlands hebben gespeeld. Onder andere John Anneries, Brian Ruiz, Damien Duff, Clint Dempsey, Salcido en ook nog de goalie Hugo Lloris van Frankrijk. Hij heeft met allemaal gespeeld. Met allemaal op dit lijstje gespeeld. Ja. Oh ja, dat klopt. Dat klopt. Ik heb een hint voor je. Mm-hmm. nee, wacht. Voordat je die hint geeft, laten we de derde hint geven. Want ik ga er eigenlijk vanuit. Ja, want de comments, jullie in de comments zijn zo zwak hoor. Ik had verwacht dat de mensen in de comments het ook zouden weten. Dion weet het al 30:30, denk ik. We gaan naar volgende hint, Gil. Huh? Ik ben niet zo goed in dit soort dingen. Ik volg al een jaar. Nu moet je wel goed erin worden, want deze speler heeft gespeeld met Elhamdoui en Eriksen, maar niet met, je weet het, ik zet in die Jigsaw's, zet ik altijd Zlatan. Heeft gespeeld met Martin Martens en met Iwan Redan, maar niet met Serginho Green. En eigenlijk vind ik dat je het nu moet weten. Het is geen Benzema, mensen, kom op. Ik zie Courtois in de comments, dat is het ook niet. Het is geen Benzema. Dus hij heeft dat wel met Courtois gespeeld, overigens. Dion, je geeft me hints weg. We zijn pas bij hints van de 3. Hij heeft niet bij Ajax gespeeld. Nee, hij heeft zeker niet bij Ajax. Ja. Je bent heel erg warm. Je bent heel erg warm. Ik denk dat we de laatste hint... Laatste hint. Nee, Ryan, het is ook geen Lukaku. We gaan de laatste hint laten zien. Gil, gooi maar de volgende hint. Hij heeft met mij gespeeld. Ik had eigenlijk... Ja, hij heeft met jou gespeeld, ja. Ja, hij heeft ook met heel veel keepers gespeeld. Dit zijn allemaal keepers met wie hij heeft gespeeld. Het is, die lijst is lang. Het is Oscar Moens, Schwarzer, Sergio Romero, Luciano, ja, Brett Friedel. En hij heeft ook met Courtois gespeeld. Mensen, het is geen Eto'o, het is geen Kastelen, het is geen Van der Vaart, het is geen Seedorf. Mensen, heeft met Luciano gespeeld. Dus jullie moeten alvast beter gaan denken in welke richting. Wat was je eerste gedachte? Wie dacht je? Makalele, maar daar heb ik niet mee gespeeld. Wel dezelfde positie. Wel dezelfde positie. Ja. Om door te gaan op de hints. Hij is naamgenoot van een van de duurste tieners. Ik dacht dat hij nog tiener of zo was. Maar hij is naamgenoot geweest van een bijna wil ik zeggen miskoop. Ja. Maxveld, ik heb een vraag. Misschien kunnen we het afronden. In 2006 woonden Dion en ik beide in Nederland. En op 26 april 2006 speelde jij met Willem II tegen Heerenveen. Kan je nog iets van die wedstrijd herinneren? Hoe heet die ook weer? Zijn broers, tweelingbroers.
Hij is kaal. Nu weet ik het niet meer. Hoe heet die nou? Nee. Hey, we moeten... Nee, zijn broer. Ik heb met zijn broer gespeeld. Denk ik bij Willem II. Ja. Nee, we moeten... Iwan, je wordt verdedigd in de comments. Je wordt verdedigd in de comments. Je moet weg. We weten dat je weg moet. Hazard, Vera, Ronaldo, Maxwell, Robben. Het antwoord is hier. Nee, alsjeblieft. Rafa, gefeliciteerd. Je hebt het juiste antwoord gegeven. Ja, maar niet Ousmane Dembele. Maar? Nee, Moussa Dembele. Nee, andere Dembele. Ousmane is Dembele. Het is Moussa Dembele dan. Hey. Moussa, ja. Moussa. Moussa precies. Yes. Precies. Dus ik heb het nog gehaald. Moussa Dembele. Dus Rafa was er het dichtste bij. Hey, hij is... Je hebt het Jaluk, je bent hem iets schuldig volgens mij. Je bent hem iets schuldig. Ja, ik ben je iets schuldig, Iwan. Je krijgt een waardebon van het vat van ons. Want eigenlijk kreeg de winnaar die normaal. Dus we zullen die voor je opsturen. Want dat is normaal de prijs van deze Jigsaw. Een waardebon voor het vat. Dus die krijg je van ons opgestuurd. Die zorgen ervoor dat die voor je wordt geleverd. En de reden waarom ik hem heb gekozen. Ja. Je mag hem delen met Rafa. Ik deel hem met Rafa. Geweldig. Mooi man. Ja, we wilden je eigenlijk nog meer vragen. Nog heel veel vragen in de comment sectie ook. Voor mij was het heel leuk. Ik woonde in Tilburg toen jij de 4-3 scoorde tegen Heerenveen. Het was iets waar ik nog veel vragen over wil stellen. En ook nog, je scoorde 5 keer in 3 wedstrijden. Maar helaas gaan we dat moeten bewaren voor een andere uitzending. We willen je nogmaals hartelijk bedanken dat je mensen op ons hebt laten wachten. Maar ik denk dat het nationaal belang even voorgaat en dat je in de technische meeting moet. Nogmaals hartelijk bedankt voor het joinen. Ik kom graag weer terug in jullie show. Ja, maar geweldig. Voor onschuldig Dien, zegt Dion even wat te lang gehouden. Ik geef hem mijn ijsje. Yes. Bedankt voor deze. Iedereen thuis. Ja, man, ik zie je bij de wedstrijd, man. Ja, man. Lobby. Yeah, man. Later.